inspiratie, interviews en ondernemerschap. Koen, laten we lekker beginnen. Ja. Het is tijd voor een, ik denk wel een speciaal interview, in ieder geval voor ons persoonlijk. We kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Ruim 10 jaar geleden kwam je al bij mij over de vloer, toen nog bij Read & View. En toen had je nog je eigen branding en promotie via Hives. En wilde je tijdschriften en luisterboeken gaan white labelen voor je CAS-netwerk. Nou, waren dat ook al luisterboeken destijds? Ja, ik kwam daar binnen met de luisterboeken. Ja, ja, ja. Wauw, oké. Ik dacht dat het alleen toen had jij in elk geval niet gedacht dat je later zou gaan doen wat je vandaag de dag doet. Dat weet ik wel zeker. Nou, het is sterker, Mark. Ik denk als je me 5 jaar geleden had gezegd dat ik nu volop in de luisterboeken zou zitten, dan had ik gezegd, ja, je bent hartstikke gek. Ja, precies. Ik was wel bezig als inspreker voor blinden en slechtzienden. Dat was vrijwilligerswerk voor CBB in Zeist. Ja. En dat was eigenlijk gewoon omdat ik wilde een betere voice-over of stemacteur worden. Dat was voor mij de reden om naar het CBB in Zeist te gaan. Ik had echt al een lange carrière als radiodisjockey. Maar ik kwam erachter dat radiodisjockey zijn en het inspreken van luisterboeken of voice-over werk, dat echt twee totaal verschillende skills zijn. Als je een goede radio-dj bent, wil niet zeggen dat je ook meteen goed commercials kan inspreken. Nee. En nu weet ik, nu ik zelf een luisterboekbedrijf heb, dat het ook echt andersom geldt. We krijgen heel vaak sollicitaties van voice-overs die een boek willen inlezen. Ja. Dat is dan soms ook een stuk te ver, dat het niet werkt. Of inderdaad mensen uit de radiowereld die me benaderen. En dan moet ik toch heel vaak helaas nee zeggen, omdat het zo'n specifiek vakgebied weer is. Ja. Maar toen ik stopte met het maken van radio in 2015 was dat, begin 2015, toen heb ik een punt gezet achter die music-driven radiocarrière, dus waar je gewoon platen draait en af en aankondigt. Toen dacht ik, wat zal ik nou gaan doen? En ik vond dat luisterboek vond ik altijd een heel mooi product. En ik heb toen marktonderzoek gedaan in Nederland en toen bleek dat er in Nederland weinig te vinden was op het gebied van luisterboeken. Was echt een heel kleine markt. Toen heb ik buiten ons gekeken. Toen vond ik in Scandinavië, Duitsland, Amerika, vond ik echt wel significante markten. Ja. Toen dacht ik, nou, misschien dat het in Nederland ook wel zo gaat doorzetten. Toen dacht ik ga gewoon luisterboeken produceren. En dat was eigenlijk de eerste stap richting luisterboeken. Maar als je het 5 jaar geleden had gezegd, je bent er nu dagelijks mee bezig, dan had ik gezegd, nee, waarschijnlijk niet. Maar nee, ja, je ziet maar, je weet het gewoon niet. Nee, inderdaad. Hey, even een stapje terug, want we slaan eigenlijk de hele introductie over. Zullen we een aantal mensen hebben ongetwijfeld luisteraars die de radio niet meer aanzetten, maar dus podcast luisteren. En misschien hebben gemist dat jij heel lang op de landelijke radio hebt gezeten. Mm-hmm. Wie is Koen? Hoe ziet jouw carrièrepad er tot nu toe uit, zeg maar? Ja, de eerste. Ik heb ooit een keer een aantekening gemaakt. Ze verdenken, waar staat hij? Zo grappig. Wacht even, ik pak hem heel even erbij, want ik heb hem laatst nog gezien. Ik heb namelijk een boek gelezen laatst en ook echt doorgewerkt. Dat heet Pivot. En dat gaat eigenlijk over. Dat heeft een dame geschreven die vroeger bij Google HR heeft gezeten, heel hoog. En zij zegt bepaalde dingen die me heel erg aanspraken. Onder andere dat het eigenlijk carrière-wise weinig simmer heeft om een jaar vooruit te kijken. Ik ben toen naar een hotel gegaan, dag of 3, 4. En daar ben ik die dingen gaan doornemen. Even kijken hoor, als je nog even 1 seconde hebt. Dit is natuurlijk het minst interessante opname. Het is super spannend. Je houdt de spanning hoog. Ja, oh man. Mensen die luisteren en niet kijken, Koen bladen druk. Ah, kijk, hier heb ik het. Hier. Kijk. Mijn krabbels. Staat ook boven, krabbels. Ik zat te bedenken, vanuit dat boek Pivot, van wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen jaren. Vanaf mijn 13e tot aan mijn 22e heb ik in de learning gezeten, wat betreft radio. Dus ik begon toen bij de lokale omroep in Budel, of all places. Ja, die jaren tot aan mijn 22e, die bestonden uit het leren. Het leren van het vak, het opdoen van kennis en het praktijk brengen binnen een omgeving
die risico laag is. Bij een landelijk station is het risico hoog als je daar als radiomaker dingen verkeerd doet. Ja. Lokale omroep is, dan kan je gewoon lekker aanrommelen, zeg maar. Dan van 22 tot 28 was mijn refining stage. Dus het bijschaven. En dat heb ik gedaan op regionaal niveau. Dus ik zat bijvoorbeeld bij Rebecca FM Classic Rock. Heb ik 2,5 jaar ochtendprogramma gedaan. Vanuit Rijswijk zonden we uit in Noord-Nederland. Dat was heel erg leuk. Van 6 tot 10 s'morgens, 2,5 jaar de ochtendshow. En ook daar was meer ruimte om fouten te maken, te experimenteren. En het echte de succes stage, zeg maar, zoals zij dat dan in het boek noemt, kwam vanaf mijn 28ste en duurde eigenlijk tot mijn 38ste. Dus 10 jaar lang zit je dan in die succes stage bij de landelijke radio. Nou, als je kijkt van 13 tot 38, betekent dat ik 25 jaar bezig ben geweest met Radiomark. Oh, was je al zo oud? Wanneer? Nu? Ja, maar je hebt het over toen ik 38 was. Ja, ik ben nu 41. Serieus? Mm-hmm. Mijn god. Ja, ik word oud, Mark. Ja, ik heb er zelf ook last van, hè? Maar die 38 heb ik tot en met 42 heb ik opgeschreven, is dan een pivot period voor mij. Mm. Om te kijken, wat ga ik nou eigenlijk doen na die 25 jaar radio? Dus dat is eigenlijk gewoon mijn achtergrond. Ik heb ook wel studies gevolgd. Ik heb grafische opleiding gedaan. Daarna heb ik kort HBO marketing en PR gevolgd. Maar die radio heeft altijd centraal gestaan, al toen ik super jong was. Dat was wat ik wilde doen. Ja. En ik vertelde laatst tegen een vriend, ik wist op mijn 13e al precies waar ik naartoe wilde. Ik zag mezelf zitten tussen die jongens bij de landelijke radio. Dus ik heb altijd een enorm duidelijke visie gehad over waar ik naartoe wilde met radio. En dat heeft me enorm geholpen om richting te vinden in mijn leven en in mijn werk. En ik moet je echt wel eerlijk zeggen dat toen ik er eenmaal een punt achter zette, omdat ik vond dat ik gedaan had wat ik wilde doen, dat het echt wel zoeken was. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk niet zo goed wist welke kant ik weet je, wat ik wilde doen. Ik had geen visie echt voor mezelf. Behalve dan dat er geld binnen moest komen. Want ik was niet echt heel slim omgegaan met geld. Terwijl ik best veel verdiende bij de radio. Dat hoor je echt heel vaak ik heb meerdere radio-dj's nu geïnterviewd. Dat hoor je echt vaak. Ja, dat is logisch. Maar dat is een beetje hetzelfde als bij topsporters. Hè? Je bent met inhoud bezig en je staat niet bij stil dat die inkomsten ooit ook weer stoppen. Mark, de afgelopen jaren heb ik naast de luisterboek heb ik gewerkt aan een personal brand. Omdat ik het heel erg leuk vind om kennis te delen. En ook om andere mensen vooruit te helpen in hun leven. Pilarczyk is ook een disjockey die richting in heeft geslagen. En dat is niet de visie die ik voor me zie, zoals hij bijvoorbeeld heeft. Maar hij doet hartstikke mooi werk. Ik denk dat heel veel mensen daar iets aan hebben. De jongens van 365, die bereiken enorm veel mensen. Maar ik vind het gewoon mooi om kennis te delen, om mensen een stap vooruit te helpen zetten. Dus aan die personal brand ben ik gaan bouwen op de achtergrond de afgelopen jaar. En eigenlijk al toen ik de laatste jaar dat ik bij de radio zat, gewoon echt nadenken van wat wil ik nou eigenlijk gaan zeggen. Maar ook dingen die ik vond die nog miste in mijn eigen leven, om die eerst op te ruimen, om te zorgen dat klopte. En dan gaat het bijvoorbeeld om het financiële stuk. Ons wordt niet geleerd in school. Ons wordt door de meeste ouders niet geleerd hoe wij met geld moeten omgaan. Hmm. De meeste mensen leven letterlijk van salarisstrook naar salarisstrook. Wat er binnenkomt, gaat op. Stop die stroom, dan hebben ze niks. Ja. Als je kijkt dat de gemiddelde vermogen van Nederlanders nu in deze tijd, dat werd laatst gepubliceerd door het CBS, dat het 28.000 euro is. Het gemiddelde vermogen van Nederlanders in een periode waarin de huizenprijzen heel hoog zijn. Dus dat, hè, die overwaarde wordt daarin meegeteld al. Oh ja, dat vroeg ik me al af. Hebben we het dan over cashflow? Of, Nee, het is gewoon je netto vermogen. Dus al je bezittingen minus je schulden. Maar dat is nog niet eens waar je aan kan komen. Dat is dan vaak minder nog.
Nee, die overwaarde, dat kan je niet eruit halen. Dus precies. Als je die eruit zou laten uit je netto vermogen, dan zou je weer een heel ander verhaal krijgen. Maar ik vind dat schrijnend, 28.000 euro. Veel mensen werken hun hele leven keihard om op het einde van hun leven eigenlijk niks over te hebben. En dat is zonde. Mm-hmm. Daar kwam ik heel duidelijk achter. En een jaar of 3 geleden heb ik tegen mijn inmiddels vrouw gezegd, we zijn 1,5 jaar geleden getrouwd. Ik zei, joh, wij moeten het gewoon helemaal anders gaan doen. Want als we het op deze manier blijven doen samen, als ik straks 65 ben of 70, wat hebben we dan? Dan hebben we geen vermogen opgebouwd waar we van kunnen leven. Dus de optie is dan, dan val je terug in de bijstand of je krijgt misschien een klein pensioen of je moet door blijven werken. Dat zou ook kunnen als je niks opbouwt. Ja, dat kan. Maar er kan ook nog onderweg van alles gebeuren natuurlijk. Er zijn ook voorbeelden te over van mensen die hun pensioen weer in hun bedrijf hebben gestoken en dan uiteindelijk met niks bleven zitten, zeg maar. En, mm-hmm. Goed, voor jou geldt dat als ondernemer. Maar hoe kan dat, Mark? Hoe kan dat? Dat is omdat, en ik zeg niet dat die mensen iets verkeerd doen, of dat het, maar het is misschien niet de slimste keuze op dat moment. Op het moment dat je een pensioen aan het opbouwen bent, om dat dan in je bedrijf te steken. Ja. Ik zie het echt als twee stromen. Je bent bezig om voor later iets op te bouwen. En dan moet je eigenlijk dan van afblijven. Maar dat is situatieafhankelijk, Koen. Want ik ken zelf een specifieke situatie waarbij dat voorgekomen is. Mm-hmm. En dat had ook te maken met familiaire banden. Ja. En loyaliteit tussen ouders en kinderen. En op het moment dat dat soort zaken een rol spelen, dan gaat de ratio het vaak verliezen. Ja, dat is wat er vaak misgaat. De ratio, die is weg inderdaad. En dan is het eigenlijk heel simpel. Dan maken mensen gewoon domme beslissingen. Ja. Wij bespreken thuis heel vaak. Ik bespreek heel vaak met Rosanne. We moeten slimme dingen blijven doen. Dat is ook precies waaronder ik straks de boel ga branden. Namelijk onder super smart. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen gewoon slimme beslissingen kunnen maken. Mm. En dat betekent dus inderdaad dat als dingen te emotioneel worden, hè, bijvoorbeeld dat je huizenkoorts krijgt, heel veel mensen hebben huizenkoorts, we moeten nu een huis, we moeten nu. En dan wordt er een huis gekocht, maar dan wordt er misschien niet goed nagedacht over de lange termijn gevolgen van die hoge hypotheek. Of mensen hebben een huis en kopen ze nog een huis. Hebben ze een dubbele hypotheeklast. Oké, dat huis moet nog verkocht worden. Ja, dat gebeurt wel, want de markt is heel goed. Als dan in één keer de markt inzakt, heb je misschien 2 huizen. Dus het is super belangrijk om slimme dingen te blijven doen. Heb ik geleerd de afgelopen jaren. En na te denken voordat je handelt. En dat klinkt misschien als, oh ja, dat is logisch. Maar je moet eens weten hoe ongewoon deze dingen zijn die mijn oma vroeger wel deed. Ja, maar dit is 2 dingen. Dit is echt ook weer een goed voorbeeld van dingen waarvan ik praktijkvoorbeelden genoeg heb gezien om me heen. Hmm. Waarbij het handelen niet aansluit op wat het meest ideaal zou zijn, financieel gezien, of het meest verstandig zou zijn. Maar waarbij emotie en het weer wint van ratio. En ook bijvoorbeeld mensen die nog iets willen doen omdat ze een ziektebeeld voor zich hebben en tijd is een factor geworden en dat soort zaken allemaal, dan gaat de ratio het nooit meer winnen. Dat is 1. En 2 is, daar raak ik ook iets essentieels, van jouw oma deed het nog wel. Mm-hmm. Daar hebben we natuurlijk in een paar generaties aardig wat kapot gemaakt. Zo, het boeren slimme verstand, dat zijn we voor een groot deel kwijtgeraakt. Ja. En dat is ontzettend jammer, want daardoor komen mensen ongelooflijk in de problemen. En wat ik heb geleerd ook de afgelopen jaren is dat financiële zaken, hoe je het ook bent of keert, of je nou vindt dat we in een kapitalistische samenleving moeten of niet moeten leven, hè, er wordt ook veel gesproken over de haves, have-nots, misschien moeten we meer naar een socialistisch systeem. Hoe dan ook, het geld is zo'n groot en belangrijk onderdeel van je leven. Dat je daar niet omheen kunt. Ja. Je kan dat niet eigenlijk aan laten rommelen. Kan wel, maar als je ergens in gewoon waggelt, in bijvoorbeeld studieschulden, in schulden rondom een bedrijf, je waggelt daar gewoon niet zomaar uit. Mm. Hè, als je overgewicht hebt, je waggelt heel makkelijk in een dikke buik.
Dat is echt heel gemakkelijk, Mark. Letterlijk dan? Of, Letterlijk waggel je in een dikke buik. Het is niet zo moeilijk. Je gaat op de bank liggen. Je kijkt naar Netflix. Je bestelt 5 keer per week bestel je eten. En je wordt vanzelf dik. Je waggelt erin. Maar afvallen, dat is wel een ander verhaal. Ja. Je waggelt niet zomaar 15, 20 kilo vanaf. En hetzelfde geldt ook met schulden. Als je kijkt hoe makkelijker gedacht wordt over studieschulden. Ja, het wordt toch niet meegeteld met het verkrijgen van een hypotheek. Nee, oké, maar je moet het wel ophoesten. Hè? Je moet het wel betalen. Ik zag laatst ook een verhaal online van een vrouw die inderdaad studieschulden had. Ze had een telefoon op afbetaling en nog iets. Daardoor super diep in de schulden geraakt. Maar dat komt toch gewoon echt bij, weet ik veel, 3/4 van de mensen voor. Dit is gewoon standaard procedure bijna. Ja, exact. Daarmee zeg ik overigens niet dat het goed is. Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet goed. Dit is gewoon wel de standaard. Ja, het is de standaard geworden. Ja. Wat inderdaad 2 generaties geleden was dat echt niet de standaard. Nu is de standaard. Ik heb niet het geld om die tv te kopen. Maar ik koop die tv toch op afbetaling. Ja. Ik heb niet het geld om die auto te kopen. Weet je, ik koop die auto op afbetaling. Het is gewoon het meteen willen hebben. Het niet meer in staat zijn om op lange termijn te kunnen denken. Mm. En dat is wat ik mensen heel graag wil meegeven. Dat heb ik vroeger in de radio gedaan al als kind. Lange termijn denken. Wel in het huidige moment feest vieren en leuke dingen doen en genieten van je leven. Maar ook lange termijn denken, daar een plan voor maken. Ja. Volwassenen maken een plan en voeren dat uit. Kinderen doen wat goed voelt. Meestal volwassenen maken geen plan en voeren dat niet uit. En dat komt ook omdat ons dat eigenlijk niet geleerd wordt. Mijn ouders hebben mij dat ook niet geleerd. Ik heb dat ook zelf niet. Maar dat is natuurlijk de essentie, hè? Ik bedoel, wij schelen niet zo heel erg veel qua leeftijd. Dus in die zin zijn we generatiegenoten. Maar als ik nadenk over hoe mijn ouders daarmee omgingen en hoe het leven van hun ingericht was. Ja. Ja, wij leren het weer van hun. Dus we hebben het al sowieso verkeerd geleerd. En wij zijn nu eigenlijk misschien wel weer de oudste generatie die op zichzelf ontdekt dat het eigenlijk ook weer anders kan. Ja, klopt. Weet je, ja, en het is ook geen schuld, geen vingerwijzing naar onze ouders. Ze hebben ook gewerkt. Nee, dat weet ik inmiddels. Ik ben vroeger wel boos geweest op mijn ouders, om allerlei redenen. Maar ik weet ook, en dat is gelukkig opgelost, en ik heb nou een goede band met mijn ouders. Maar zij werkten met de informatie die ze hadden. Ja. En ik heb heel vaak gedacht van, goh, misschien had je nog wat meer informatie kunnen opzoeken. Maar ja, er was toen ook minder vindbaar. Je had er niet even de mogelijkheid om te googlen. Nee, Mark, er is zoveel informatie beschikbaar op dit moment. Daarom is alles rondom persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap nu in de vogelvlucht en in de sneltreinvaart aan het gaan. Ja, en terecht. Ik bedoel, je hebt geen diepe zakken meer nodig om jezelf te onderwijzen. Kijk, die boekenkast hier, hè, die hier staat. Ja. Er staan allerlei boeken in. Gaat allemaal over business, marketing, zelfontwikkeling, leiderschap. Die boeken die kosten misschien €15. Het zijn er veel nu in de afgelopen 14, 15 jaar. Maar het is niet zo dat die informatie 1 niet beschikbaar is voor iedereen. Want die informatie is voor iedereen beschikbaar. En 2, het is niet zo dat niet iedereen het kan betalen. Ik denk dat iedereen wel een boek kan betalen. En anders haal je hem bij de bieb. Ja, dan kan je ook een boek lenen tegen een heel laag bedrag. Dus informatie is gewoon voor iedereen beschikbaar. Alleen, we vinden het tegenwoordig vaker interessant om te kijken wat Lady Gaga heeft gedaan. Ja. Ja, maar goed. Ja, maar serieus, daar gaat dan de aandacht naartoe. In plaats van dat je aandacht gaat naar je eigen ontwikkeling. Maar hoe, ik bedoel, is dat nou echt nu anders, denk je, als vroeger? Want kijk, wij zijn opgegroeid in een economische voorspoedsituatie. Mm. Daar worden mensen van nature natuurlijk lui van. En dan ga je veel meer consumeren en veel minder in de hongerig, leergierig stand. Nou, dat is voor onze ouders natuurlijk totaal anders geweest, hè, de wederopbouwgeneratie. En de generatie die nu komt is weer een eigen verhaal wat dat betreft. Mm-hmm. Ja, zeker. Kijk, de generatie die nu de werkvloer opkomt, dat zijn kinderen die inderdaad de recessie hebben meegemaakt.
Dus die hebben helemaal niet het idee van de generatie Z is dat dan. Lang leven de lol. De millennials hebben daar, die hebben wat dat betreft, die hebben dat gevoel meer van. Hè, dus rijkwijd is eeuwig. Ja. Maar dat is bij de jongere mensen minder. En misschien werken ze daardoor wel harder. Of nemen ze minder schulden aan bijvoorbeeld. Omdat ze weten van hey, het kan zomaar verkeerd gaan. Ja, nou, dat denk ik dus wel, want ik ben in de jaren 90 opgegroeid en het ging alleen maar omhoog. En die eerste bubbel kwam pas toen ik zo'n beetje begon met werken. Ja, moet je nagaan. Ja bizar, dus, hè? Ja. Dan heb je eigenlijk alleen maar, ben je eigenlijk alleen maar verwend geweest heel lang natuurlijk. Ja, en dat zijn we ook. Kijk nou hoe wij het hebben hier in Nederland. Wij hebben het hier zo goed, Mark. Ja. We hebben het hier zo goed. Ten eerste. Er is hier geen oorlog. Alleen al dat besef, dat ik vanaf mijn geboorte tot nu, tot mijn 41ste, nooit een dag oorlog heb meegemaakt. Dat is waanzinnig. Als je kijkt naar hoe de geschiedenis zich heeft ontwikkeld. Dat klopt. Dat is dat we in een land wonen waar we dat niet mee te maken hebben. Dat is al zo. Als je dat alleen al beseft en daar dankbaarheid voor kunt uiten, man. Dan ben je al zo'n stap verder. Maar we nemen dat haast aan als iets wat heel gewoon is. Maar dat is het niet. Als je kijkt naar andere landen om ons heen. Ik word echt heel verdrietig als ik kijk naar oorlogsfoto's of video's. Waar dan kinderen in voorkomen. Ik vind dat echt vreselijk. Ook omdat die kinderen, dat nemen zij weer mee in hun generatie. Dat moet weer opgelost worden. Ja. Pijn die onze opa en oma's ook hebben ervaren. En mijn oma heeft ook twee oorlogen meegemaakt. Ik vind dat niet voor te stellen. Mm. Dus even samenvattend is dat onder andere de kant die ik uit wil. En ik vind het heel erg leuk om met jongeren te werken. Mag ik inmiddels zeggen als je 41 bent? Ja. Oké. Okay. Maar ook gewoon mensen van onze eigen leeftijd. Helpen mensen een stukje te ontwaken. En hun leven. Mensen te leren zelf hun leven vorm te geven. Want dat kan. Je hoeft niet te denken: waarom overkomt mij dit altijd? Dat kan wel, dat kan je denken. Maar dan ga je er ook naar leven. Dat heb ik jarenlang gedaan, Mark. Ik heb jarenlang mensen. Ik ben op de MAVO ben ik echt 3 jaar lang heel erg gepest geweest. En dat heb ik meegesleept tot best op late leeftijd. Mijn ouders zijn gescheiden. Daardoor mijn vader is uit failliet gegaan. En dat heeft allemaal impact gehad op het gezin en op hoe met geld werd omgegaan. En ja, ik heb ook heel erg gewezen naar andere mensen. Heel erg gewezen naar andere mensen en naar omstandigheden. Tot er eigenlijk een keerpunt kwam in mijn leven. Heb je daar nog tijd voor? Ja, het is heel boeiend. Want okay. Nou ja, kijk, ik was gefrustreerd ten eerste, omdat ik niet werd aangenomen bij de radio. En ik vond dat ik voldoende talent had. Nu, als ik terugkijk, denk van Koen, wat een arrogante gast was jij. Je had misschien wel wat talent, maar je skills waren nog helemaal niet goed genoeg. Ze konden je gewoon nog niet helemaal niet op een programma zetten op een landelijk station, want je was gewoon niet goed genoeg. Zo simpel is het. En dat wist ik ergens ook wel, maar ik wilde gewoon een baan. Maakt niet uit hoeveel ik verdiende, laat me gewoon radio maken. Mm. En die kans kwam toen iemand op Curaçao een radiostation wilde opzetten. De investeerder was toen de oprichter van Exact Software, Rinus Dekker. Die heeft geld bij elkaar gelegd en heeft gezegd, joh, tegen iemand anders, haal maar 5 jongens uit Nederland. Ik zag die baanbeschrijving op radio.nl stond dat destijds. En ik dacht, daar moet ik heen. Daar moet ik heen. Dus ik heb gesolliciteerd. Ik ben uitgenodigd voor een gesprek. Er waren 70 mensen die op gesprek kwamen. En ik heb voor de eerste keer in mijn leven dit gedaan, Mark. Ik zat aan tafel met die man, ik deed dit. Ik moet deze baan! En op een of andere manier resoneerde dat. Ik zei, ik moet daarheen. Ik wil dat doen.
Dus ik ben gelukkig aangenomen. Samen met vier andere jongens zijn we naar Curaçao gegaan. Om daar een radiochannel te zetten. En het was heel, heel slecht geregeld allemaal. We hadden geen uitzendvergunning. En, dat is een interessante. Ja, die man die... Niet Rinus, maar de man die uiteindelijk zeg maar de boel opzette daar. Willem was dat. Dat is de grootste megalomane... manipulatieve... maar ook tegelijkertijd briljante gast... maar die had gewoon bepaalde zaakjes niet op orde. Mm. En die wist ons heel lang aan het lijntje te houden. En dat heb ik niet over een maand. Maar ik heb het over maanden. Meer dan 8 maanden. Dat je daar zit en dat je zit te wachten tot je kan gaan doen waarvoor je daar gekomen bent. Maar als je daar zit, Mark, en je hebt niks te doen, maar je krijgt wel gewoon betaald. Er is niet zoveel daar. Yeah. Er zijn strandjes. Je gaat wat drinken. En ik heb daar gewoon heel domme dingen gedaan, waaronder rijden onder invloed. En dat resulteerde in een auto-ongeluk. En dat raakt me nog steeds, waarbij een vriend van mij zijn nek brak achter de auto. Een ander vriend van mij ook gewond raakte en de auto die bij mij aan de zijkant erin reed. Ik had niks. Ik had helemaal niks, Mark. Dat was echt bizar. En dat was voor mij zo'n keerpunt in mijn leven. Dat heeft me zo in een heel, heel diepe kuil geduwd. Mm-hmm. En het schuldgevoel naar die twee jongens. Ja. Het schuldgevoel naar mezelf. En toen ik in Nederland woonde, dronk geen druppel als ik moest rijden. Daar was het normaalste zaak van de wereld. En ik heb toen een paar weken echt gespendeerd aan de noordkust van Curaçao om na te denken over mijn leven. En ik heb daar gesproken met wat mensen. En daar ben ik eigenlijk echt tot de conclusie gekomen, ik moet het gewoon doen. Ik ben degene die aan de stuur staat van mijn leven. Maar dat is de essentie, weet je. Hoe is het met die jongens afgelopen? Want nek gebroken, dat is... Ja, nou ja, dat is ook nog een verhaal. Er was net op dat eiland een zeer gerenommeerde nekchirurg. Echt, hè? Ja, dus via eigenlijk zou iemand op de Antillen hem opereren, maar we konden het zo omdraaien dat die andere man, het was volgens mij een Amerikaan, als ik me goed herinner, die heeft hem geopereerd in plaats van hier helemaal open te snijden, heeft hij een heel klein sneetje achterin gemaakt. En ja, gelukkig is die jongen wel genezen. En de andere jongen naast mij, een andere vriend, die had een hematoom, dus een bloedplak tussen je hersens en je schedel. Dat is gelukkig ook goed gekomen. Maar ja, dat door het oog van de naald en zo. Hè? Door het oog van de naald. Door het oog van de naald. Ik had toen mijn bril op, Mark. Die auto die kwam bij mij in mijn deur met 80 km per uur. Die auto is alle kanten uitgevlogen. Ik had mijn raam omlaag. Ik ben wel even oud geweest. Ja, toen ik wakker werd, ik had niks. Mijn bril was van mijn hoofd, die hing over de stijl van de deur. Ik kon hem zo oppakken en weer opzetten. Dus dat, ik weet niet of er engelen bestaan. Ik weet niet of er iets is, iets wat je beschermt of je bepaalde kant uitduwt. Ik heb dat wel geloofd in het verleden. Ik weet niet of dat allemaal meer klopt. Ik weet niet of dat zo is. Maar wel een hele gemene les zijn voor die andere twee dan. Nou, dat is wel iets waar ik over nagedacht heb. Kijk, voor mij is dit een keerpunt in mijn leven geweest en heeft het me iets geleerd. Ik denk dat het voor die andere twee jongens gewoon iets is geweest wat ze overkomen is. Ja. Hè? En als je vanuit die positie kijkt naar dingen die ons gebeuren in ons leven, dingen die we meemaken, is maar net wat wij er zelf mee doen. Hoe gaan wij zelf om met die situatie? Welke... Viktor Frankl heeft een boek geschreven. Ja, dus die man heeft Auschwitz overleefd. En heeft later logotherapie opgezet. Hij heeft een heel gaaf boek geschreven. Heet A Man's Search for Meaning. En logo betekent betekenis. En zijn idee is dat wij moeten dingen betekenis geven aan ons leven. En de betekenis voor dat ongeluk was om mij mijn ogen te openen. Weet je, ik heb die klap nodig gehad. Daar zaten ook twee andere jongens bij en dat vond ik heel vervelend. Maar ja, ik heb die klap nodig gehad. En
Dat gevoel daarna, toen ik weer terug naar Nederland ging, dat is nu 16 jaar geleden, heb ik niet meer losgelaten. En ik heb hier toevallig een boek staan, wat ik nu aan het lezen ben. Okay. Ja, dat is waar het over, dat is duidelijk waar gelijk wat over gaat, ja. Precies, dat is van Joko Willink. Dat is een ex-SEAL. Extreme ownership. Neem eigenaarschap in je leven. We zitten dus in een land waar heel veel vrijheid is. Maar omdat er zoveel vrijheid is, weten mensen vaak niet wat ze daarmee moeten doen. Ja, maar dat is precies het punt, Koen. Want ik had vanmorgen nog zo'n situatie thuis. En, we hebben ergens een afspraak staan waar ik wat dingen voor moet voorbereiden. En dat heb ik maar voor een heel klein beetje gedaan. Dus dat is niet goed. Mm-hmm. En mijn instinct was, maar deze weken waren heel druk en ik kwam er niet aan toe. Maar uiteindelijk was het nee. Wat ik uiteindelijk heb gezegd is, nee, ja, ik heb andere prioriteiten gekozen en ik weet dat ik het beter moet doen, punt. Mm-hmm. En dan valt ook gelijk die last van je schouders, want je hebt het gewoon verkloot en dat moet je dan gewoon ook ownen. Want dat zegt ze ook altijd, ja, own je fout gewoon, man. Ja, dat is waar. Wie zegt dat? Mijn partner, Selena. Ja, partner. Ja, die zegt, als je iets verkeerd doet, dan own dat gewoon. Wauw. Want dat is veel beter als dat je allerlei slappe excuses gaat zoeken. Want dat zijn altijd omstandigheden. Ik had geen tijd. Natuurlijk gewoon simpelweg. Ik heb er geen prioriteit aan gegeven. Nou, dit klinkt als een heel, heel goede vrouw, Mark. Rosanne zou voor mij nooit bullshit accepteren. En dat wil ik ook niet. Ik heb ook wel bullshit gegeven in relaties, helaas. Ook daar heb ik van geleerd. Maar wat jij zegt en dat jouw vrouw dat zo zegt tegen jou, hè, own it, hè, word eigenaar. Wat er ook gebeurt, neem je verantwoordelijkheid. Het maakt eigenlijk niet uit waar de situatie vandaan komt of wat er gebeurt. Als je heel erg ziek wordt, kan je ook eigenaar over hoe jij omgaat met die ziekte. Of als ik terugkijk, toen ik heel erg gepest ben geweest op school, ik heb daar wel een soort van eigenaarschap al in genomen toen. Het was een ongelooflijke K-periode. Ja. Elke dag 10 kilometer fietsen heen naar een plek wat een hel voor mij was. Ja, waar, je niet heen wilde. Ja. Waar ik niet heen wilde. Thuis was er geen ruimte om dat te uiten. Weet je, dat is vreselijk. Maar toch nam ik eigenaarschap daarin. Ja, precies. En voor mij was dat, om dat te kunnen handelen, was radio. Daar was mijn wereldje, daar leefde ik. En ja, ik geloof daar echt heel erg in, Mark, in eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Ja. Naast vrijheid. Maar het gaat vaak mis op het stuk eigenaarschap nemen en verantwoordelijkheid. Omdat het gewoon ook niet altijd even leuk is. Nee, dat is zo. Het is gewoon niet altijd even leuk. Nee, dat klopt. Ja. Hey. Laten we even nog, we zijn lekker filosofisch bezig. En ja, ja, heerlijk. Als we zo doorgaan, wordt het een interview van 3 uur. Nou, kom maar op. Ik heb nog wat meer opnames vandaag. Oké. Ja. Ik wil eventjes naar het stukje van de luisterboeken. Daar heb ik natuurlijk boven interesse in, dat is heel vreemd. Ja. Hoe is dat begonnen voor jou? Dat je, op een gegeven moment was radio werd minder. En ergens is het moment geweest dat je dacht, ik moet in de luisterboeken iets doen. Nou, ik heb nooit gedacht, ik moet in de luisterboeken iets doen. Maar het volgende, ik ga mezelf weer even omdraaien. Waar staat hij? Even kijken of ik hem kan vinden, hoor. Daar staat hij. Dit kleine boekje, dat heeft mijn leven veranderd, zeggen mensen dan. Dat heeft mijn leven veranderd omdat ik actie heb ondernomen over wat erin geschreven is. Het heet Rich Dad, Poor Dad. Die ken ik wel. Robert Kiyosaki. Ja. Rich Dad, Poor Dad is, en hij heeft daarna de Cashflow Quadrant geschreven. En nog een paar, ja. En nog een paar andere inderdaad. Maar het idee hierover gaat heel erg over assets en liabilities. En ik las dit boekje in de trein, zo onderweg naar de studio, waar ik radioprogramma ging maken. En ik kon niet wachten tot mijn programma af was. En ik weer dit is diep, man. Want weet je dat ik gewoon letterlijk hetzelfde, dat boek wat jij daar hebt, dat heb ik in die tijd geluisterd. Ja. Voordat ik zelf met uitgeverij begon.
Ja. Die dan later door jou overgenomen is. Want dat was precies mijn gedachtegang. Ik moet gewoon zoveel mogelijk luisterboeken produceren. En die worden tot een lengte van jaren verkocht. En daar komt dan dus een cashflow uit. Ja, ja, ja. Ja. Toch is dat natuurlijk. Passief inkomen. Ja. Wat je hieruit leert uit dit boekje is het verschil tussen assets en liabilities. Dan gaan we even terug naar het gesprek hier, een klein stukje daarvoor. Hè? Over, hey, ik wil die tv, maar ik heb eigenlijk geen geld, maar ik ga hem dan maar op afbetaling kopen. Ja. Het gros van de Nederlanders, het gros van de mensen, koopt een bank, koopt een auto, koopt allemaal dingen waarvan Kiyosaki zegt, dat zijn liabilities. Ja. Asset zorgt ervoor dat er geld in jouw zak komt. Een liability haalt geld uit jouw zak. Maar hij ziet een huis ook als een liability. En dat is natuurlijk altijd een voer voor discussie bij veel mensen. In essentie, totdat jouw huis is afbetaald, of je het, weet je, als je het niet verhuurt, blijft het natuurlijk een liability. Ook als het al afbetaald is en je woont erin, want dan moet je nog steeds bijvoorbeeld belasting en zo. Ja, belasting en gemeentelijke heffing en zo betalen. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat was. Ik heb heel erg gezocht naar een manier om om passief inkomen op te bouwen. En heb ik ook daarvoor al voor de luisterboeken gedaan met bijvoorbeeld boekschrijven.nl. Ja. Dat is een website die ik heb opgezet. Ik heb 9 jaar lang naast een radioprogramma een webshop gehad die nog steeds bestaat. Die heet fotopuzzleshop.nl. Ik wilde er al niet over beginnen. Maar... Ja, het is wel onderdeel van, Mark. Allemaal speeltuintjes waarin ik heb geleerd over online ondernemen en ondernemen in zijn geheel. Maar goed, met die luisterboeken, het uitgeven van een luisterboek of een boek. Een boek is het zo'n beetje het oudste passieve inkomenmodel wat er maar is. Ja. Het bestaat al honderden jaren. Als jij een boek schrijft en je geeft dat uit via een uitgever, als het over 50 jaar verkocht wordt, krijg je er nog steeds geld voor. Ja, inderdaad. Dat is passief inkomen. En ik denk, Mark, dat jouw idee was heel goed rondom die luisterboeken. Alleen de timing was gewoon een beetje off voor jou. Ja, ik was te vroeg. Je was te vroeg. Daarna is mijn interesse ook veranderd natuurlijk. Precies, ja. Ja, ja. Wat Kiyosaki ook uitlegt in dit boek, en zo zeg ik het ook vaak over... kijk, even wachten. Luisterboeken, ik vind het een prachtig product. Anders was ik het niet gaan maken. Dan had ik bijvoorbeeld ook iets anders kunnen gaan maken, als het maar om het even is. Maar dat is niet zo. Ik zit al heel mijn leven in audio, in spraak, in verhalen vertellen, in zoals ik het voel, in verbinding. Ik vind het ook fantastisch om boeken, audioboeken op de markt te brengen, die een verhaal vertellen of die een non-fictieboek wat kennis overbrengt. Hè? Dus ik vind het echt een prachtig product. Maar uiteindelijk is mijn bedrijf een audioboekproductiebedrijf, maar we zijn uiteindelijk een uitgeverij. Hè? En dat is we maken ook luisterboeken. We hebben hier studio's staan waar we luisterboeken maken samen met stemacteurs en editors en naluistercontroleurs. Maar net zoals Kiyosaki in zijn boekje uitlegt over wat is het businessmodel van McDonald's, Mark? Wat doet McDonald's? Ja, vast goed. Precies. Meestal mensen zeggen, ja, McDonald's zit in de hamburgers. Ik heb dat gesprek vorige week ook nog met de franchise-nemer van een McDonald's of 3 in Noord-Limburg gehad. Oké. Okay. Ja, hij was natuurlijk ook wel heel erg into the product, want hij huurt het vastgoed. Precies. Ja, ja. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. En daar zit ook voldoende verdienmodel in voor de mensen die dat doen. Alleen moederbedrijf McDonald's is het verdienmodel de vastgoed. En voor de franchise-nemer is het de hamburger. Ja, de hamburger. Ja, maar dus vond jij het logisch om dat bruggetje maar gelijk even te maken. Om nu gelijk maar even een kantoorpand aan te schaffen met 3 spreekcellen. Nou, ik schaf geen kantoorpand aan. Sorry, daar gaat mijn microfoon. Moet je nagaan. Dat is helemaal van technisch slag. Vernuft hier, dames en heren. Technisch vernuft. Nee, ik huur het, hè? Even voor duidelijkheid. Ja, ja, ik hoop... Ik zal niet heel snel een bedrijfspand kopen op dit moment. Omdat ik gewoon niet weet hoe mijn bedrijf zich ontwikkelt. Mm. En als je bedrijf in één keer explosief groeit en je moet eruit. Ja, en je krijgt je band niet verkocht, zit je met een bedrijfspand. Ja, dat is zo.
Dus nee, ik huur dat nog. En inderdaad, we hebben nu 1 studio staan, maar we gaan naar 3 studio's. We hebben in Utrecht een opnamefaciliteit nu 1 en in Zaandam 1. En daarnaast werken we veel samen met stemacteurs die ook thuis gewoon echt een heel goede studio hebben staan. En die begeleiden we ook als een stemacteur, bijvoorbeeld een Roel Foy, die hebben we geholpen. Zij het passief, maar wel hebben gezegd, oké, je kan bijvoorbeeld deze spreekcel kopen. Deze jongen, Dion, die moet je even mailen, want die kan je helpen met de akoestiek. En dan staat daar gewoon thuis een heel goede studio. Ja. En dus kan die stemacteur kan thuis inspreken. Dus je hebt niet per se 10 studio's nodig. Ja, kijk, als wij een ondercapaciteit hebben, dan moeten we door, zoals nu ook. Ik wil gewoon dat we iets meer studio's hier hebben staan. En dat is handig en ook nodig op dit moment. Maar ja, als dat niet meer nodig is, moeten ze ook weg kunnen. Dus we kijken ook altijd wel naar, oké, kunnen we iets kopen wat als we het niet meer nodig hebben, dat we kunnen verkopen? Ja, ja. En we timmeren niks vast aan wanden of zo. Dus ik probeer altijd mijn bedrijf gewoon super lean te houden. Je overhead zo laag mogelijk proberen te houden. Dus ja, die verhuizing wordt een bump in overhead voor mij. En dat vind ik spannend. Ja, die sprongen die heb je af en toe als ondernemer. Ja. Hè? Dat gaat, ja, dan, zeker. Gaat nooit in een geleidelijke lijn. Dat is altijd in één keer bam. Ja, ja. Nou ja, ik weet niet of het in één keer is, Mark. Nou ja, oké. Okay. Ja, als het goed is niet. Als het goed is, zie je het aankomen. Ja, dat klopt. En dan kan je voor reserveren, hè, als je het ziet aankomen. Maar dat is nou weer typisch zoiets van gezond management van je cashflow binnen het bedrijf. Ik bedoel, ja. Daar heb ik bijvoorbeeld ook lessen in geleerd. Ik weet nog dat ik 3 jaar geleden met personeel werkte en toen helemaal niet bij stil stond om vakantiegeld weg te zetten elke maand. Ja, ik weet helemaal niet of dit gesprek überhaupt nog echt interessant is, want we gaan volgens mij van links naar rechts, maar anders moet jij me aangeven of je zegt van, ik wil daar meer van weten. Ik zit aan het stuur, dus maak je daar niet... Okay. Ik snap dat jij gewend bent dat jij dat meer moet doen. Nee hoor, nee, ik zit gewoon lekker een beetje vrij uit te praten met jou en... Dus ik hoop dat iemand... Dat is bijna altijd de beste content. Maar ja. Dan moeten anderen maar lekker beoordelen. Ja, dat is ook waar. Dat is wel simpel. Maar goed, dan had ik dus... zoveel video's die er te vinden is, met toch wel misschien wel informatie waar je iets mee kunt. Ja. En dan is het, ga je dit luisteren en dan zie je bijvoorbeeld dit boek voorbij komen. Ja. Nog nooit van het boek gehoord. Koop je dat boek en wie weet waar jouw leven dan over een paar jaar staat als je dingen gaat inventeren. Over 10 jaar krijg jij een belletje van iemand. Ja. Luister, ik heb je gehoord, Koen, toen destijds bij Mark, 10 jaar geleden en nu is alles beter. Ja, dat zou toch tof zijn. Ja, toch? Als je dat teruggekoppeld krijgt. Ja, dus daar waar je het dan voor doet ook. Ja. Weet je, coaching en training en zo doe ik omdat ik iemand wil helpen. Weet je, en dat als je iets terugkrijgt gekoppeld, dat is heel gaaf. Ja, zo simpel is het ook wel weer. Ja. In de luisterboekenbranche zijn er al een paar dingen gebeurd sinds ik gestopt ben. Er zijn nu best wel opvallend veel spelers, in ieder geval meer dan toen. Dus een stuk of, weet ik veel, 3-4 serieuze uitgeverijen naast de gevestigde grote boekuitgeverijnamen, zeg maar, die er altijd al waren. Waarbij het altijd jarenlang gevecht is geweest van, joh, misschien moet je van je boeken maar eens luisterboeken maken. Dat is natuurlijk ook heel lang zo geweest. Ja. Hoe ziet dat speelveld er nu uit en hoe onderscheid jij je dan? Ons bedrijf onderscheidt zich door... kijk, er staat nu 1 site live en dat is audiobookfactory.nl. Die krijgt een kleine rebranding en daarmee richten we ons alleen op De grotere uitgeverij, de grotere literaire uitgeverijen en platforms zoals bijvoorbeeld BookChoice. Daarnaast komt er een nieuw label. Die site is bijna klaar. Er is een ontwikkeling geweest. Ik heb het woordmerk kunnen registreren. Het heet Bookora van Boek en Oratio. Hè? Dus Bookora. En Bookora gaat zich voornamelijk richten op heel veel mensen die al via Audiobook Factory binnenkwamen. Dat zijn self-published auteurs die van hun boek een luisterboek willen hebben en dat ook uitgegeven willen hebben. Dus Bookora wordt echt een luisterboekuitgever. Plus we werken samen met wat kleinere, super creatieve, leuke, enthousiaste uitgeverijen die niet de kennis, de resources hebben en ook wellicht ook niet willen hebben om boeken als audioboek op de markt te brengen, omdat hun core business is de paperback en wellicht ook het e-book.
En wij verkrijgen dan een licentie op het recht, op het audioboekrecht. Ja, ja, ja. Wij produceren dat hier samen bijvoorbeeld met de auteur. Bij non-fictie laten we heel vaak de auteur het zelf inspreken, want dat werkt heel goed. Dan vind je echt de stem van de auteur verbind je aan de boodschap van het boek. En dat is gewoon heel sterk. En bij fictie laten we altijd een professionele voorlezer het voorlezen. Mm-hmm. En dan distribueren we het breed naar, dan geven we het uit. En dus distribueren het naar alle platformen, downloadshops, streamingdiensten, waar maar audioboeken worden gestreamd. We zien daar echt heel mooie resultaten mee met de audioboeken die uit. Heel vaak bij self-published boeken is het zelfs zo dat de audioboek het echt veel beter doet dan de paperback. Ja, dat is wel grappig. Ja. Maar heeft dat niet ook te maken, want dat merk ik ook. Ik zie nu nog wel eens downloads in een rapportage van Storytel voorbij komen van mijn boek uit 2014. En dan denk ik van ja, Jezus hé. Maar dat heeft dat niet ook nog steeds wel een beetje te maken met het feit dat stel je bent lid van zo'n Storytel en op een gegeven moment heb je binnen zo'n non-fiction genre al helemaal het wel gehoord en gezien wat er is. En dan ga je ook andere dingen proberen die normaal misschien niet je eerste keuze zouden zijn. Ja, het werkt net zoals bij Netflix. Als jij lekker op de bank ligt en je zet Netflix aan, dan ga je even kijken wat is er. Voor dat tientje per maand kan je dan van alles proeven. En als je het bevalt, dan kijk je het. Dat geldt ook voor die streamingdiensten die audioboeken aanbieden. Ja, de drempel om een audioboek te proberen is laag. En mensen die bijvoorbeeld een boek van Saskia Noord hebben beluisterd, een bekende schrijfster is dat. Mm-hmm. Ja, dat kan best zijn dat daaronder dan een referentie staat van misschien vind je dit audioboek ook leuk. Ja. Maar dat kan dan best van een redelijk onbekende auteur zijn. Dus er zitten heel veel abonnees in die diensten. Er is veel content, maar dus ook onbekendere auteurs of backlist titels, zoals je dat zo mooi noemt. Ja. De oudere titels, die doen het eigenlijk best goed als audioboek. Dus overigens, nu ik dat zo zeg, die backlist titels, Mark. Ik kom dus echt uit de radiowereld en daar lag mijn netwerk. Mm-hmm. En dat is ook al wellicht een leuk leerpunt voor mensen die ook willen gaan ondernemen. Is dat, hou er rekening mee dat het lang duurt om je netwerk op te bouwen. Ik heb een klant die is nu in januari begonnen en heb ik bijna 3 jaar geleden voor de eerste keer contact mee gehad. Je moet leren hoe een branche in elkaar zit. De uitgeefmarkt zit heel anders in elkaar dan de radiomarkt. Maar heb je dat aan het begin onderschat? Ik heb, onderschat. Kijk, nu weten mensen Audiobook Factory wel te vinden. En ik hoor ook van bijvoorbeeld een uitgever die mij onlangs, die ik tegenkwam op de Frankfurter Boegmessen. Want daar ga ik dan bijvoorbeeld ook naartoe om te kijken hoe is dat daar. En die uitgever zei, we willen ook met audioboeken starten. En ik had goede verhalen over jullie gehoord. Dacht ik, wauw. Dat is lekker. Wauw. Steek me in je zak. Wauw. En kijk, je kan niet elke klant tevreden maken. Zo simpel werkt het, Mark. Dat gaat niet. Je maakt af en toe fouten. Ja. En bij de ene klant mag je geen fouten maken. En dat zijn al klanten, die wil ik ook gewoon liever niet meer, als ik heel eerlijk ben. Want als je geen fouten mag maken, man. Jezus, Mina, kom op. We zijn mensen en we maken echt een, zoals ik het noem, een organisch product. Ja. Het wordt ingelezen door een mens. Het wordt geëdit door een mens. Het wordt nageluisterd door een mens. Het is een super organisch product. En ja, net zoals dat in ieder nieuw boek wel een typo zit, hè, een typfout. Ja. Dat kan bij ons ook gebeuren. Maar als je dan hoort van iemand dat hij goede verhalen heeft gehoord. En dan heb ik gevraagd van wie heb je dat dan gehoord? En dat dat nog niet eens een klant van ons is. Ja, dan denk ik, wauw. En dat kost dus tijd. Het kost tijd om een reputatie op te bouwen. En, maar die is ook, van de andere kant, kan die ook weer zo heel snel weg zijn. Het is een reputatie opbouwen, net zoals we het voorbeeld hadden over gewicht. Dat duurt heel lang. Maar je kan een reputatie ook zo kwijt zijn. Dat kan ook. Wat denk je dan aan? Gewoon slecht werk afleveren? Of? Ja, bijvoorbeeld slecht werk afleveren. Het kan ook gewoon alleen maar zijn door perceptie hoe mensen naar je kijken, naar jouw business kijken. En je hebt gewoon niet alles in de hand, absoluut niet. Nee. Dus, ons streven hier is altijd, we leveren het best mogelijke product tegen een goede prijs.
We zetten, vind ik, altijd een stap extra voor klanten. We zijn persoonlijk. We ondernemen op een persoonlijke manier, mensen naar mensen. En op die manier proberen we dan hier een leuk bedrijf op te bouwen rondom luisterboeken. Ja, ja. Mooi man. Ja. Ik ga wat dingen over moeten slaan. Dus dit gaan we over een jaartje nog een keer doen. Oh, wat moet je overslaan dan? Ja, dat ga ik niet vertellen. Nou, kom op, de laatste dan. Hoe lang zijn we al bezig dan, Mark? Nou, over richting de 50 minuten al, zoiets. Oké. Oh. Wat hard, hè? Ja. Wat had je willen overslaan? Wat was één ding dat je echt wilde vragen? Wat was dat dan? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik ga nog wel 2-3 vragen stellen. Dan hebben we het meestal. Oké. Maar nee, ik probeer gewoon richting het einde te werken. Zo heet dat. Oké. Meer in de persoonlijke sfeer. Hè? Ja. Je hebt inmiddels ook een kind en een kindje op komst. Mm-hmm. Hoe zorg je nog voor de juiste balans tussen privé en werk? Want jij bent wel iemand waarvan ik weet, die is daar relatief veel mee bezig. Mm-hmm. Ja. Dus, dat is in ieder geval het beeld wat ik heb. Er is geen balans. Balans is iets wat niet bestaat. Je bent wel continu aan het zoeken naar evenwicht. En dat is het. Dus het vinden van balans bestaat niet. Alles raakt continu uit balans. Dus het is het continu zoeken naar evenwicht. En er komt geen moment waarop ik zeg, nu is het in balans. Nu klopt het. Nee, het blijft continu zoeken naar evenwicht. Dus dat is wat ik doe. Dus ik zoek naar evenwicht. Als ik tegen mijn vrouw Rosanne zeg, ik ben om 6 uur thuis, dan zorg ik dat ik om 6 uur thuis ben. Laatst had ik gezegd, ik ben om 6 uur thuis en ik zorg dat ik dit, dat en dat meeneem uit de supermarkt. Nou, toen vergat ik de yoghurt mee te nemen. Dat vindt zij balen. Ja, logisch. En ik ook. Je hebt iets gezegd dan. Precies, ik heb iets gezegd, zij baalt ervan. Dat ik de hele dag druk ben geweest, zal op dat moment een rotzorg wezen. Want yoghurt had ze nodig voor dat gerecht. Ja. En dan vind ik, dan klopt het evenwicht niet. Dus het uit de evenwicht. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld nog snel even gaan halen. Heb ik in dat geval niet gedaan, omdat Olaf, mijn zoontje, vroeg aandacht. Dus het is in mijn beleving, het blijft continu zoeken naar evenwicht. Mm-hmm. Iedere keer gewoon evenwicht zoeken. Het idee dat je tot een balans kunt komen, die soort van permanent is, nee. Nee, ik denk dat niet bestaat. Heb je niet wel het beeld dat het, want dat is hoe ik erop terugkijk, dat het tussen je 20ste en je 30ste makkelijker is om dat evenwicht te bewaren, omdat er simpelweg minder ballen hoog te houden zijn? Nou, ik had een heleboel ballen hoog te houden tussen 20ste en 30ste. En die grootste bal was ik zelf. Oké, voor iedereen is de reis natuurlijk anders. Ja, precies. Kijk, ik heb mijn persoonlijke shit gewoon opgelost. En ja, tuurlijk, een oude wond gaat nog wel eens een keer open. En dat doet dan even pijn. Maar daardoor raak ik niet meer uit evenwicht. Ik geniet ontzettend van mijn leven op dit moment, Mark. Ik heb het beste leven wat je maar kunt bedenken. En dat meen ik echt helemaal oprecht. Ik heb een fantastische vrouw. Die met mij heeft willen trouwen. Ik heb een heel lieve, gezonde zoon. We hebben een kindje op komst. Wat gelukkig hoorde gisteren ook gezond in de buik zit. Ik heb een leuk bedrijf. En goede vrienden. Ik ben lief naar mezelf. Ik verzorg mezelf goed. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik zorg dat ik mentaal gewoon gezond blijf. Lichamelijk ook. Door bewegen. En ik kan nou alleen maar zeggen, ik zou het niet meer terug willen. Ik ben heel erg blij voor mijn zoon. Als ik naar Olaf kijk, het is nu 1,5, ben ik heel erg blij dat hij al die dingen nog mee gaat maken. Die spannende puberteit en de avonturen die hij daarvoor beleeft als kind. Heerlijk dat voor hem eraan komt. Maar ik moet er niet meer aan denken om terug te gaan naar die tijd. Dus, heerlijk. Jouw zoon zal misschien ook wel een compleet andere basis hebben als die jij hebt gehad. Ja, in de fase van zijn leven, dat kun je allemaal niet voorspellen natuurlijk. Nee. Maar dat die kans bestaat en dan is de hele startsituatie anders. Ja, zeker. Ik ben heel blij met mijn leven zoals het is. En we wonen in een klein huis, Mark. Weet je, we hebben geen groot huis, we hebben geen auto. Niet dat je niet gelukkig kan zijn met die dingen. Ik kan ook heel gelukkig zijn als er nu een auto bij komt of een groter huis. Maar we, we,
Wij zijn een team, Rozan en ik ook. We maken samen keuzes. Op alle vlakken. Wij roeien echt dezelfde kant uit. En dan roei je dus veel sneller. Als je alle twee de pedals dezelfde kant uit laat roeien. En dat voelt zo fijn. Ik noem het harmonie. Weet je, mijn leven is een harmonie. En dat voor mij is dat geluk. Als ik 's morgens wakker word en ik heb het gevoel dat mijn leven in harmonie is, dan ben ik blij. Nou, luisteraars zien dat niet, maar Koen kijkt ook heel erg blij als hij dit verhaal vertelt. Dus dat laat ook wel zien dat het echt uit je hart komt. Ja, dat komt echt uit mijn hart, man. Had dit nooit voor ogen gehouden, Mark. Als je kijkt, als je het mij had gevraagd toen ik 22 was, 23. En ik heb daar, dat zeg ik gewoon, ik heb daar hard voor gewerkt. Om mijn eigen shit gewoon op te ruimen en ruimte te creëren om dit toe te laten. Hè? Ja. Toe te laten bij jezelf dat er van je gehouden mag worden, bijvoorbeeld. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar toestaan dat er van je gehouden mag worden. Ik weet nog wel wat je aan het begin van het gesprek zei over Michael Pilacic, maar je had toch al een paar keer wat dingen aan en je van ja, dat komt ook gewoon uit zijn materie. Ja, maar waar heeft Michael Pilacic dat vandaan? Dat zijn allemaal universele dingen, man. Ja, tuurlijk. En ik zeg het waarschijnlijk net op een andere manier dan Pilacic. Het is gewoon een stijlkeuze. Ja, Tony Robbins zegt het ook. Wayne Dyer is iemand waar ik de grote leermeester van mij. Louise Hay, maar ook Robert Kiyosaki. Maar die putten ook weer uit oudere wijsheden. Ja. Een boek wat altijd op mijn nachtkastje ligt is de Tao Te Ching van Lao Tzu. Je spreekt het mooi uit. Ja, ja. Daar kwam je al mee op de eerste mastermind een jaar geleden toen. Ja. Dat boekje is 2500 jaar oud. Ja. Ik denk dat die basisprincipes, die veranderen niet zoveel. En jezelf, als je daarmee in aanraking blijft komen, als we hebben over evenwicht. Als ik voel soms dat dingen niet meer in evenwicht zijn, dan weet ik, ik verzorg mezelf niet voldoende. Ik moet andere input heb ik nodig in mijn hoofd. Mm. Weet je, input over zelfliefde, input over rust creëren, over ontspanning. Soms helpt het mij alleen al om even een paar keer diep adem te halen, echt letterlijk. En dat ik dan gewoon, dan voel ik me weer gewoon weer terugpoinken in evenwicht schieten, zeg maar. Ja. Dus, mooi man. Ja, precies wat je zegt, het heeft voor iedereen is op een ander punt in de reis qua leeftijd. Ik zou echt niet meer terug willen. Ik vind het heel leuk om vooruit te gaan en oud te worden. Ja. Vind ik fantastisch. Ja. Ja, het plaatje ziet er mooi uit. We gaan er een eind aan breien, Koen. Ik ga het niet laten zien welke vraag ik nou skip natuurlijk. Dat doen we volgende keer. Wat doen we volgende keer? Andere vragen. Oh, die vragenlijst van je. Ja, ik heb de helft over, denk ik. Nee, geintje. Ja, maar kijk, één ding wat ik heb geleerd in de radiowereld. Even afsluiten. en dat is trouwens, overigens bedacht ik me van de een reden dat ik ook gestopt ben met radio is omdat Schwarzenegger, zoals Schwarzenegger zo mooi zegt in zijn biografie, in Total Recall, wat werd vaak gesproken over die bodybuilders met wie hij werkte, waren lazy bastards. Lazy bastards. Die wilden niks doen. Ik ben op het einde van mijn carrière in de radio werd ik een lazy bastard. Oh. Weet je, ik dezelfde effort die daar eigenlijk in het begin in zat, stak ik er niet meer in. Ik weet niet meer wat ik dit nou echt wilde zeggen. En dat was echt de cliffhanger waar ik naar op zoek was. Ja, dat is een van de redenen dat ik gestopt ben, omdat ik merkte dat ik een lazy bastard was. En ik keihard werken voor veel minder geld. Maar dat maakt dan blijkbaar meer gelukkig. Dat is het. Het is raar, hè, hoe dat werkt. Ja, nee, man. Het gevoel is alleen van een missie. Ja, maar het is alleen maar raar, omdat we vroeger gehersenspoeld zijn dat het allemaal om geld draait. En als je eenmaal door hebt dat het niet zo is, omdat het gewoon een middel is om je echte doel te bereiken, dan ga je er heel anders in staan. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in, Koen. Ik ga je de laatste vraag stellen. God, wat ben jij streng. Oh, trouwens, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. Wat ik dus met lazy bastard bedoelde ik dat ik mijn programma niet meer voorbereidde. En je hebt een vragenlijst voorbereid. En wat ik altijd geleerd heb in de radiowereld bij interviews is en bij radioprogramma's. Je bereidt je goed voor je programma, je interview.
Maar je bent ook bereid om je voorbereiding los te laten in een moment. Maar dat is wat hier gebeurt, hè? Want, precies. Kijk, die interviews hier, die zijn tussen een half uur en een uur ongeveer. Hmm. En ja, wij zitten nou al zeker op het uur. Dus dan probeer je het in dat format te laten, zeg maar. Ja. Maar je bereidt een lijst met vragen voor. Je leest je in op het moment dat je iemand wel wat minder goed kent. Maar uiteindelijk is hoe het gesprek loopt en de vragen die dan ermee opkomen, is leidend. Ja, ja. En op het moment dat er een gat dreigt te ontstaan, kun je mooi eventjes naar je speakbriefje van vragen kijken en het gesprek goed gaande houden. Dat is gewoon het spel. Ja, ja, ja. Ik hoop dat iemand ook echt iets heeft aan dit gesprek. Neem niet weg dat ik één vraag heb, Koen. Oh, nog één vraag! Yay! Die stel ik aan iedereen. En oh, oké. Okay. Ja. Oh nee, toch niet met die pingpongballen, hè? Jazeker. Ik had hem kunnen bedenken. Ik had hem kunnen bedenken, ja. Met 1000 pingpongballen. Ik zou ze in een grote bak gooien en dan kan Olaf daarin spelen. Zo, ben je daar ook maar vanaf van die vraag. Koen, precies. Dankjewel voor dit mooie heen en weer vliegende, maar toch zeer inspirerende gesprek. Nou, leuk, dank je. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer allemaal. Is goed. Dag Mark. Dag.